Hele mooie podia hebben we. Jan zat dus vanmiddag eventjes op het Saspleintje waar het goed toe voor was. En dan weet je natuurlijk, grote markt, daar kan ik mijn lol op. Meer voor de Lettenhoek weet je waar je moet zijn. Bij het Kerkplein kun je aan de blues. Maar dit jaar hadden ze ook een paar dingen wat nieuw toegevoegd. Om eens te kijken of dat ze op andere plekken ook iets leuks neer konden gaan zetten. Dus ja, dan zie je op zo'n platte grond opeens iets staan en je denkt, oh, dat wist ik niet. Laat ik dan maar eens een keer een kijkje gaan nemen. En dat denken wij bij Breda Nu en Omroep Brabant natuurlijk ook. Hè. Dus daarom richting Café Lievens is voor ons gestuurd Joyce Witte. Was u hier speciaal voor deze band gekomen of gewoon toevallig binnenkomen wandelen, meneer? Nee, we komen gewoon binnen wandelen, weet je. Ja. Gewoon leuk om zo'n jazzfestival te zien, weet je. Het is voor het eerst dat op deze locatie een podium is. Hoe vindt u het hier? Het geeft iets intiems en je ziet ook, vind ik heel leuk, als je een beetje door het publiek kijkt. Echt van alle leeftijden, van alle kunnen. Ook een beetje gemiddeld hogere leeftijd. Past misschien wel een beetje bij de jazz. Maar het is ook heel erg leuk dat er onder de ouderen heel hippe mensen zijn. Ja. 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 Nou, dit zijn wel de leuke locaties van het jazzfestival in Breda. Gewoon echt de kleinere locaties die je echt op moet zoeken. Is het een vaste band die zo speelt? Absoluut niet. Want eigenlijk de drummer Andreas Svensson uit Denemarken is de eerste maal dat ik met hem speel. Patrick Artero, trompetist, heb ik jaren geleden ooit één keer met hem gespeeld. AG, ja, die is hier denk ik een vaste klant elke keer. Dus ik heb een paar keren in zulke de surprise bands gespeeld. Ben Patterson, die ken ik goed. Ik ben nu op een tour, op tournee in België en in Breda, zo voor 10 dagen met Ben. Dus, maar in deze bezetting is dat de eerste maal. We lopen echt zomaar op de Bonnefoy door Breda, maar deze muzikanten hebben we allemaal een keer eerder zien optreden. Het valt me op heel subtiel en in deze tuin komt het geweldig goed over, vind ik ook. Ja. Met dit weer zag dat er toch even uit als een oase, of niet dan? Café Lievense kun je dus ook in je rondje Breda Jazz mee gaan pakken. Ze hebben een paar dingen even veranderd. Er is een stukje Jazz Boulevard, dus check die festivalkrant of check eventjes de website. Maak dan je route, want morgen natuurlijk kun je ook nog aan de boemel. Morgen wordt pas echt Breda Jazz nummer 49 helemaal afgesloten. Breda Nu.